Goedenavond, welkom bij Fysio Oude IJsselstreken Facebook Training Live. Vandaag gegeven weer door Boyd, die kant. Iedere keer maak ik dezelfde fout. En bij Mark. Dus we hebben de beste voetballer uit de Achterhoek. En we hebben de snelste hardloopfysio uit de Achterhoek. En die gaan nu een training geven. Boyd is leidend, Mark is slachtoffer. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat samen gaat. Een voetballer en een hardloper die samen aan het trainen gaan. Heel veel plezier. Maak er een leuke avond van. Nou, welkom allemaal. Leuk dat jullie erbij zijn. We gaan zo beginnen met een training die ik ga geven. We gaan zo beginnen met een warm-up en wat stretchvormen. Daarna wat core-oefeningen en uiteindelijk wat mobiliteitsvormen. Vooral voor je onderrug en bovenrug. Ik zal zeggen, we gaan met het ding beginnen. Je gaat op heupbreedte staan, je pakt je linkerknie vast, die trek je zoveel mogelijk naar je borst en houd balans, blijf staan, tenen omhoog. En aan de kant. Deze oefening pakken we twee keer op kant, vier keer totaal. Yes, aan de kant. Tenen omhoog laten wijzen. Met rechtop staan. En wissel. Laatste keer. En rust. Volgende oefening. Je pakt je voet vast net boven je enkel. Je trekt je hak zoveel mogelijk naar je bult. Je blijft weer rechtop staan. En dit hou je vast. Je mag ietsjes voorover gaan leunen, schop je been uit, pak je de andere kant. Voorover en schop hem uit. De kant. Voorover en schop hem uit. Laatste keer. Proeven en stop hem uit. Volgende vorm. We beginnen met links. Je pakt je been vast binnendoor, net boven je enkel. Dus niet te veel aan je voet gaan draaien. Je brengt je been omhoog en je houdt weer balans. Oké, wisselen. Rechts. Wissel. En laatste keer. En rust. Keurig. Volgende oefening, de kalfraces. Je gaat staan, voet op de breedte. Wat je gaat doen, je komt op je tenen. En weer terug. Dit kan je ook thuis doen op een step of op een trap om jezelf het moeilijk te maken. We gaan het nu eerst tweebenig uitvoeren. En terug. Hou als je op tenen staat even balans, houd het een seconde of twee vast. En weer rustig terug. Drie keer. Dus schud even wat los. Pak hem nu eenbenig. Andere been hou je wat omhoog. Kom ietsjes omhoog. En terug. En nog wat. Andere kant. Rust. Volgende oefening die we gaan doen, ik zal er meteen de stappen uitleggen zodat je voor jezelf de moeilijkheid kan gaan bepalen.
We maken de back lunge achteruit op deze manier en je stapt weer terug. Dat doen we eerst alleen met rechts achteruit. Gaan we zo meteen wisselen. Dit is de simpelste vorm. We kunnen hem ook nog achteruit stappen, links op je tenen komen, doorstappen, rechterbeen omhoog. Om het jezelf ook moeilijker te maken. Als je klaar bent, gaan we beginnen. Ik doe hem op deze manier. Omhoog komen met je linker tenen. Je handen ook nog meenemen. Drie keer. Laatste. Daarna gaan we meteen door, maar wisselen we van kant. Omhoog komt, belangrijk dat je je knie 90 graden houdt, zoveel mogelijk op bij je zakken. Nog drie keer. Laatste. Volgende, we maken de sumo squat. Je tenen die laat je naar buiten wijzen, zoveel mogelijk. Je zakt in naar beneden en weer omhoog. Hou je rug recht, inzakken en omhoog. Als je klaar bent, mag je beginnen. Tenen naar buiten wijzen. Zo diep mogelijk zakken. Vijf keer. Laatste. En rust. Volgende vorm. We gaan op deze manier beginnen. Je rekt de rechterkant van je been. Je stapt met links, achterlangs, als lunge. En je stapt weer terug. Rek de binnenkant van je been, stap weer links, achterlangs en weer terug. Pak hem eerst alleen deze kant, daarna gaan we wisselen. Drie keer. En rust. Ga meteen door, andere kant op. De andere kant rekken. Achterlangs stappen. Balans houden. En in één keer weer door. Al rek. Doorstappen achterlangs. En in één beweging door. Drie. Laatste. En rust. Laatste oefening van de warming-up. Je neemt de squatpositie aan, deze manier. Je blijft laag zitten. Wat je gaat doen, je gaat met rechts vooruit tikken, naar de zijkant, achteruit en achterlangs. En je blijft constant laag zitten. Dit doe je met rechts, daarna wissel je van been, doe je het met links. Als je klaar bent, gaan we beginnen. Laag zitten, vooruit, zijkant, achteruit, achterlangs. Daarna wissel je van been, doe je het met links. Blijf laag zitten.
En weer met rechts. Pak hem nog één keer. Ik heb hem 3 keer gedaan. Blijf laag zitten. En rust. Je mag even wat drinken. Daarna gaan we door met core-oefeningen en buikspieren. Ben je warm, Mark? Ja. Mooi. Zweet op mijn hoofd. Ja, kom nog wel. Oké, we gaan beginnen in de plank. Dit kan je voor jezelf makkelijk maken door hem op deze manier te doen. We gaan 2 rondjes doen. We beginnen zo. Je mag de eerste keer 20 seconden hem op deze manier doen. Dus door naar de voorlichtstel. Kijk wat voor jezelf makkelijk is of moeilijk. Als je klaar bent, dan gaan we beginnen. Dus je mag door, als dat lukt. Hou je rug zoveel mogelijk recht. Oké, en rust. Volgende vorm, we gaan nu zijwaarts doen, links en rechts. Je mag hem statisch vasthouden. Als dat makkelijk gaat, ga je het inveren doen. Op deze manier gaat het heel moeilijk. Mag je knieën ook hier neerleggen, pak je hem op deze manier. Zo kan je voor jezelf het niveau aanpassen. We gaan direct door naar de andere kant. We beginnen. Nu, je mag dus voor jezelf bewegen. Oké, en draai en meteen door. En rust. Volgende vorm doen we op deze manier. Je gaat weer de plank doen, maar je doet hem nu op deze manier. Je steunt op je ellebogen, de tenen wijzen naar jezelf toe en je brengt je heup omhoog. Ook dit doen we 20 seconden. Tijd loopt nu. En rust. Oké, kom even op adem. We doen hierna nog een rondje. Ik zal meteen even de varianten voordoen. We beginnen weer met de plank op deze manier. Nou is het met open draaien. Is dat heel moeilijk, hou je deze manier vast. De zijwaartse plank doen we op deze manier. Je elleboog breng je naar je knie en terug. Ready? Go! Overdraaien met links. Daarna overdraaien met rechts. En dan vol. Laatste. En rust. Oké, okay, nu draai je naar de zijkant. En we gaan starten. Knie naar de elleboog en weer uitstek. Hou vol. Laatste. En draai. Ga wel meteen door. Oké,
Laatste. En rust. Laatste vorm van de tweede planken. Doe op deze manier met gestrekte handen. Tenen naar je toe. Als je klaar bent, mag je beginnen. En rust. Keurig gedaan. Volgende oefening. We nemen op deze manier plaats. Handen onder je schouders. Knieën 90 graden wat je gaat doen. Je gaat om de beurt. Je been uitstrekken. En terug. Je wisselt rechts met links af. Begin op deze manier. Hou je heupen zo recht mogelijk. Vier keer. En rust. Volgende oefening. Doe vast voor. Je neemt weer dezelfde positie aan. Nou werk je handen ook mee. Die breng je naar je knie. En je strekt hem uit. Dus je werkt diagonaal. Linkerhand. Rechter knie. Terug. En uitstrekken. Werken eerst alleen links, daarna gaan we door naar de andere kant. Begin eerst met links. Naar je knie. Uitstrekken. Naar je knie. En strek uit. Kijk je eigen hand achterna. Hou je rug zo goed mogelijk recht. Drie keer. Twee. En wissel van kant. Ga meteen door. Hand naar je knie en strek uit. Drie. En laatste. En rust. Je mag even omdraaien. En plaats hem op je rug. Wat je gaat doen. Je brengt zo meteen je rechterhand naar je linkervoet. En terug. Daarna doe je met de andere kant. Breng je linkerhand naar je rechtervoet. Als je dat heel moeilijk vindt. Laat je je voeten op de grond liggen. Dus in dit geval je rechtervoet. Heb je rust. Gaat dit goed. Mag je beide benen omhoog houden en dan uitstrekken. Andere kant. Uitstrekken. Gaan. Inderdaad maar. Nu beginnen. Gaat het goed? Hou ik je voeten van de grond? Vind je het lastig? Laat je er eentje liggen. Diagonaal werken. Keurig maar. Al vol. En de laatste. Oké. En even rust. Volgende vorm die we doen. Doe hem vast voor. Breng je handen onder je heupen. Je duwt je onderrug zoveel mogelijk in het matje. Je tenen laat je omhoog wijzen. Je maakt een kleine flippenbeweging op deze manier. Je strekt je benen. Dat doen we een aantal seconden. Klaar zijn. Dan gaan we beginnen. Doe je onderrug in het matje. Oké, ik ga wat sneller bewegen nu. Als dat lukt. Al vol. Oké, wat hoger. Weer wat zakken. Net boven de grond. Nog 5, 4, 3, 2. In en rust. Keurig.
Volgende oefening. Je houdt je benen 90 graden. Handen laat je weer onder je heupen. Je brengt je benen naar beneden en omhoog. Naar beneden en omhoog. Je houdt ze zoveel mogelijk in 90 graden. Als je omhoog komt, mogen je heupen best iets van de grond afkomen. Heel goed, Mark, we gaan vast door. We hebben nog even rust. En 5 seconden starten. 4, 3, 2, 1, go. Juist, maar je benen 90 graden. Vijf keer. 4, 3, 2, laatste en rust. Je mag op deze manier blijven liggen. Wat we zo meteen gaan doen, je komt omhoog, je strekt één been uit, brengt hem terug en je zakt weer. Je komt omhoog, je strekt je andere been uit, terug en je zakt weer. Dus je werkt om en om van been. Je werkt ook om en om omhoog. Als je klaar bent, gaan we beginnen. Je komt omhoog, je strekt links uit, links terug, je zakt en je komt weer omhoog. En dan weer hetzelfde, maar dan met rechts. En zak weer. Kom omhoog, strek uit, terug en zakken. Ik vind het heel moeilijk om op één been te doen. Dan hou je er gewoon twee benen vast op deze manier, zonder dat je je eigen benen uitstrekt. Breng je heup omhoog. Nog 4 keer. Laatste 2. En de laatste. En rust. Goed. Laatste oefening. We draaien om. Je neemt zo meteen deze positie aan. Als dit al moeilijk is, hou je hem zo vast. Anders breng je je knieën omste beurt naar voren. Gaat dat ook goed? Breng je ze omste beurt naar voren en omste beurt onderlangs. Gaat dat ook goed? Mag je zelfs na die 4 vormen nog een push-up maken. Dat doen we 30 seconden. Start over 5 seconden. En go. Dus pas voor jezelf en voor aan. Ja, Mark, dan push je jij. Kom maar. Juist. En nou vol. Vijf seconden en rust. Keurig graag. Je mag even wat drinken. Daarna gaan we naar de mobiliteitsoefeningen. En dan werken we alweer richting het einde van de training. De eerste vorm die we zo meteen gaan doen, ik zal nog eens voordoen. Je gaat plat op je buik liggen. Je ellebogen, die hou je naast je lichaam. En wat je gaat doen, je gaat je knie naar voren brengen. En naar de andere kant. Probeer niet de grond aan te raken en omste beurt af te wisselen. Met die vorm gaan we beginnen. En je mag beginnen. Blijf zoveel mogelijk plat op de grond liggen. Ellebogen hou je naast je lichaam.
Vierde. En rust. Kijk, je houdt je tenen op de grond, je handen onder je keel en wat je doet, je komt omhoog en terug, je kijkt naar beneden. Als je klaar bent, dan gaan we beginnen. Hou je tenen op het matje. En rust. De volgende vorm nemen we de voeten ook mee. Dan krijg je deze beweging. Voeten en hoofd tegelijk omhoog brengen. Start het over 5, 4, 3, 2, 1 en go. Strek jezelf helemaal uit. Laatste. En rust. Je komt op knieën en handen, dezelfde positie die we net ook hadden. Wat je gaat doen, je brengt links onder je rechterhand en je draait hem op, je kijkt je eigen hand achterna. Je brengt hem onderlangs en je draait hem op. We werken eerst alleen met links, daarna wisselen we van kant. Klaar bent, mag je beginnen. Kijk je eigen hand achterna. Laatste. En wissel van kant. Ga meteen door. En rust. Je mag even op je eigen hakken gaan zitten, voor zover als je kan. Oké, leun wat achterover, zet je handen achter jezelf neer. Je komt helemaal naar voren toe, zet je handen voor jezelf neer. Je duwt je heupen nu weer zo veel mogelijk op je eigen hakken, houd het even vast. Je komt als een rups naar voren toe over het matje. Je kijkt naar voren. Je kijkt naar rechts. Naar links. Dat doe je nog een keer. Duw jezelf weer naar achteren. Hoe zo ver als je kan. Hou vast. Je komt naar voren toe over het matje. Naar rechts. Naar links. En rust. Je zet je rechterbeen vooruit, zodat we in de lunchpositie zitten. Je strekt jezelf uit naar voren. Je komt terug naar achteren, zodat je hamstring strekt. De tenen wijzen naar jezelf toe. En je strekt jezelf weer uit. Je strekt jezelf weer naar achteren. Je gaat bijna op je eigen hak zitten. En strek jezelf weer uit. Jezelf uit en naar achteren. Je wisselt van kant. Links voor. Duw jezelf naar voren. En naar achteren.
en rust. Je neemt weer een leunpositie aan, maar dan zijwaarts. Dus je strekt je rechterbeen uit. Je gaat op je linkerhak zitten. Je zet je handen voor je neer. En wat je gaat doen, is als je je rechterbeen uitstrekt, gebruik je je rechterhand onderlangs en je draait weer open. Onderlangs en open. Kijk je eigen hand weer achterna. En draai open. Laatste. Wissel van kant. Strek links uit. Rechterhand zet je neer. Linkerhand onderlangs. En opdraaien. Laatste. Oké, we gaan dan weer naar de laatste oefening van de training. Ik zal hem even voordoen. Je gaat plat op je buik liggen. Je handen breng je gestrekt naast je lichaam. Wat je gaat doen, je brengt je rechterhak naar je linkerhand en terug. Daarna werk je met links. Je brengt je naar rechts en terug. Dit wissel je af, beide kanten. Nou, beginnen. Hou je handen zoveel mogelijk op de grond. Nog twee keer. En rust. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de inzet vandaag. Ik hoop dat jullie thuis weer lekker hebben kunnen trainen. Onder begeleiding van mij en Mark. Ik zou graag Dimitri nog even het woord willen geven. En dan zit het erop voor vandaag. Dank jullie wel voor het meekijken en even voor het meedoen. Boys bedankt, Mark bedankt. Aanstaande donderdag weer een sessie door Willem Haarsla, onze collega, die bijzonder geïnteresseerd is in schouderoefeningen en rugoefeningen. Dus voor aanstaande donderdag zal het met name gericht zijn voor schouder- en rugoefeningen. Dus een hele nieuwe invalshoek. Ik denk super interessant. De benen laten we dan even met rust. En dan is het tijd voor de schouders, armen en rug. Een hele fijne avond. Blijf afstand houden. Blijf handen wassen. Maar blijf vooral bewegen. Dag.